Het is een mooie zaterdagochtend in Zwaanshoek. Ome Koudalm en zijn nichtje, die is lekker aan het uitrijden. Het zijn paarden die morgen op Duinicht aan de start verschijnen. Morgen is inmiddels vandaag als het uitgezonden wordt. Easy going BR met Ome Ko. Femke Schermer met zijn nichtje. Rob de Vlieger, easy going in de eerste. Wat kunnen we verwachten? Ja, ik zou eerlijk zeggen, hij viel me de laatste keer niet helemaal mee. Ik vond het wat zover. Ik zat redelijk handenvol op de rug van Rob van Toor. En eigenlijk redelijk makkelijk trok hij zijn benen bij elkaar. Daar was ik teleurgesteld. Want ik dacht wel dat ik in die koers 3 of 4 had kunnen zijn. Ja, morgen. Ik liep wel toen zonder voorreizers. Als probeersel. Dat was me in Berlijn een keer goed bevallen. Alleen op Duinig was hij duidelijk te licht in de eindstrijd. Dus morgen blijven ze voorreizers eronder. Achter gaan ze eraf. Dus dan verwacht ik in ieder geval geen galoppade. Maar als ik het zo bekijk, dan zelfs zonder galoppaden wordt het nog een moeilijke klus om echt helemaal voorin te rijden te eindigen. Ja, maar Femke Schermer dan, had hij de laatste keer misschien een off day? Nee, het was, ze had een off day sowieso, maar het is een meisje. En meisjes zijn in deze tijd van het jaar wel eens heenstig. En daar had zij erg veel last van. Dus het was met tuig opleggen, was al dwars en nukkerig. En ja, ze wou van alles eigenlijk net niks. En in de koers eigenlijk hetzelfde verhaal, want ze had er een fout in de laatste bocht. Maar eigenlijk dacht ik al 300 meter voor de laatste bocht, dacht ik eigenlijk al van, dit gaat niet goed. Want ze was gewoon niet voorwaarts en ze deed er van alles aan om maar niet de beste hoek te doen. Nee, is dat nu beter denk je? Ja, dat is 2 weken geleden. Dus die cyclus moet normaal gesproken moet ze nu weer goed in de midden zitten. En dan kan ze gewoon meedoen voor het podium? Ja, denk ik wel. Kijk, het is een vlot merretje en er zit ook een vlot merretje op de kar. Dus, een jarig vlot merretje, las ik op. Een jarig vlot merretje, dus nee, ik denk absoluut dat ze kan altijd lekker beginnen. Sammy rijdt altijd ook lekker weg van huis uit en dat past Femke ook goed. Er staan wel leuke paarden in, maar zij doet zeker mee voor trio.